dan? Ik zeg nee, ik zeg dat doen we niet meer. Je hebt een kans gehad, is over. Ja. En nou is hij heel trouw. Oh, ik zei hem, ga je een uurtje eerder weg? Ja. Nee? Nee. Nee. Oh. Dan is hij heel staccato. Oh, maar dat slaat hij ook weer door. Ja, dat doet hij ook. Ja. Je hebt me nu een beetje goede te pakken. Hartelijk welkom vanmiddag. Het is mij gevraagd om dit te openen als voorzitter van Rotary Club Oldebroek-Elburg sinds gisteren. Ik was heel blij met zo'n grote opkomst. Fijn dat jullie er zijn. En dat we dit ook samen met Auto Palace, die we heel veel dank verschuldigd zijn omdat zij dit hebben gesponsord. Dat we met de jeeps hier de baan op kunnen. De opbrengst is voor het goede doel. De voedselbank. Maar het is natuurlijk één ding. Heel belangrijk punt natuurlijk is dat we hier met z'n allen zijn. Het is natuurlijk een mooie gelegenheid om je netwerk te onderhouden, uit te bouwen. Daarnaast hebben we denk ik nog iets gemeenschappelijks. Ik ga ervan uit dat we allemaal een rijbewijs hebben. We gaan er vanmiddag een leuke middag van maken. Ik wens iedereen heel veel plezier. Ik hoop toch dat er een klein beetje regen valt. Maar goed, er zijn meningen over verschillen. Maar we gaan in ieder geval een hele leuke middag van maken. Hartelijk welkom op deze Jeep Challenge 2013 op het motocrossterrein in Heerde. U ziet de eerste hindernisparcours al gaan. De auto komt een klein beetje vast te zitten, maar goed, dat is de behendigheid. Er is een behendigheidsoefening die men door moet maken en daar moet dan de auto terug achteruit ingeparkeerd worden. Maar het is vrijdag 18 oktober en de motocrossterrein is nu omgetoverd in een Jeep Challenge baan. Dit gaat uit van de autosponsor Auto Palace in Zwolle en de Rotary Club Oldebroek-Elburg. Het is de bedoeling dat al die mensen die u daar ziet staan deze behendigheidsproef gaan doen. Die mensen hebben daarvoor geld betaald en al dat geld gaat naar de voedselbank Elburg-Oldebroek. Het programma is in drie delen. Een behendigheidsoefening. Nou goed, en als je dus vast komt te zitten dan heb je dus dikke pech. En er zijn nog twee andere oefeningen die op de baan zelf gedaan worden. En als het goed is, zullen we daar ook straks nog beelden van zien. Nou, ik zou zeggen van geniet even van de impressiebeelden die dus hier geschoten worden. En ik zou zeggen van het is een mooie dag. Kijk er even met plezier naar. De auto tussen twee pionnen ingestoken wordt. En dat kan heel makkelijk en dat gaat ook heel makkelijk. Het grootste probleem zat eigenlijk op de baan zelf, waar die diepe sporen heeft nagelaten. Maar goed, dat is een ander probleem. En om zijn beurt mogen ze dus een parcours afleggen. Het is een behendigheidsspel. Het is een behendigheidsrit die men mag doen. Straks gaan we ook nog even praten met iemand van de voedselbank. En praten we even met de voorzitter van de Rotary Club, de heer Henk-Jan Kamphuis. Goed, tot zover even. En we gaan weer even kijken hoe deze meneer het gaat doen. U ziet hem heel goed de behendigheid doen. Hij pakt het handig aan, want hij pakt hem net van de andere kant af. Dus hij valt niet in, in de modder, zeg maar. Het is vrije behendigheid door de pionnen heen, om de pionnen heen te rijden. Ja, even af en toe achteruit, want je moet wel de pionnen laten staan. Maar het gaat ze lukken. Let maar op. En dan is het straks weer tussen twee pionnen achteruit insteken en dan ben je klaar. Ja, de eerste pion is dus naar de Filistijnen. Bij mij staat Henk-Jan Kamphuis, voorzitter van de Rotary Club Oldebroek-Elburg, Elburg-Oldebroek. Eerst komt de een en dan de O natuurlijk. Is het de eerste keer dat jullie dit organiseren? Op deze manier is het wel de eerste keer. Mag ik even terug? We zijn toch Rotary Club Oldebroek-Elburg. Maar dit is, we hebben dit vaker gedaan. Alleen dit is de eerste keer dat we samen met Jeep doen. En ja, mooie gelegenheid, een mooie kans om dit vanmiddag neer te zetten. Ja. Je hebt een hele mooie dag ervoor uitgekozen. Op de achtergrond zien we dus de behendigheidsproef. Is het alleen maar behendigheid of is het een heel ander programma ook nog? Komt er nog veel meer bij te kijken, zeg maar? Nou, hier is het programma eruit. Dit is behendigheid. Daarna gaan we de baan op. En ik heb begrepen dat er nog geblinddoekt gaan rijden. Waarbij de inzittenden de chauffeur gaan leiden. Oké, dus dat is wel een uitdaging natuurlijk.
Ja, en je moet vertrouwen op je omgeving, op het ander. Dus kijken hoe het gaat. Waarom heeft de Rotary Club deze dag ingesteld? Wij zijn altijd op zoek naar gelegenheden om toch wat activiteiten te ontplooien voor de samenleving. En ook daarbij een financiële opbrengst te creëren. En deze opbrengst gaat dus naar de voedselbank. En dat is wel in Elburg. En Oldebroek. Ja, de voedselbank in Elburg-Oldebroek, die heeft natuurlijk ook heel veel dingen nodig. Is het zo van, als je dus deze dag doet, dan werk je eigenlijk een klein beetje achter de schermen. Je laat je niet echt zien, je profileert je niet echt helemaal, maar je doet het eigenlijk in het verborgene. Of zie ik dat verkeerd? Nou, het is altijd een spanningsveld in de club. Je wil het eigenlijk wel laten zien, anderzijds wil je het ook weer niet laten zien. Dat is een beetje een spanningsveld. We willen er natuurlijk wel wat reclame mee maken, maar niet in de trant van kijk hoe goed zijn we. Nee, we doen dit in dienst van de maatschappij. Ja. Is er hier veel aandacht aan gegeven in het publiek of heb je gewoon alleen maar bedrijven aangeschreven van jongens, jullie kunnen een hele mooie vrijdagmiddag krijgen en als je dus meekomt dan kun je eens wat meemaken hier. Er is niet echt voor geadverteerd. We hebben gekeken in ons eigen netwerk. Er heeft wel een stukje in de krant gestaan waarin dit aangekondigd is, maar het is redelijk beperkt gebleven. Ja. Hoe zie je zelf de middag tegemoet? Want je moet zo meteen ook zelf nog de behendigheidsproef doen natuurlijk. Als je ziet dat er dus een paar auto's zichzelf ingraven, hoe ga je er zelf voor? Nou, voor mij zal het heel lastig worden. Ik rijd in een automaat en een vierwielaandrijf. Dus voor mij, ik ben gewend dat de auto alles doet. En hier moet ik veel dingen zelf doen. Dus ik ben bang dat ik bij de staart zit. Oké, dus nou, je kunt ook achterin zitten natuurlijk. Dan kun je gewoon meerijden. Ja. Nee, ik wil wel rijden. Oké, nou, we gaan het meemaken. We gaan het zien. Ik, in ieder geval alvast bedankt voor de informatie. En misschien nog iets toe te voegen? Het is prachtig weer en ik denk dat we met z'n allen een hele mooie middag van gaan maken. We gaan het zien en we gaan het meemaken. Bedankt. Bedankt. Hij gaat helemaal naar beneden.
verse aarde ligt er. Ze maken een grote knieval. En dan gaan ze vervolgens door een plas met water heen. En dan moeten ze een steile berg op. En dat is dus even gas geven. Ja, en nu gassen. En dan krijg je meteen een diepe kuil naar beneden. En weer meteen een hol naar boven. Dus die wagens hebben wel heel veel te lijden. De volgende komt eraan. Dus door de kuil heen met water. Je hoort ze. Jeep aan. Hij gaat de hindernis maken. Heuvel over. Dal in. Heuvel op. En gassen. En vervolgens door de verse aarde heen. Daar komt hij. U hoort hem. Vervolgens door de plas met water. Even goed. En nu naar boven toe. Over de heuvel. Het dal in. Heuveltje weer op. En hij gaat het dal weer in. En hij gaat zijn rondje afmaken. Nog eentje, Jan. Deze is wat voorzichtiger. We gaan kijken hoe hij dat bij het water doet. Komt bij het water. Het water loopt weer terug. Ja, heel voorzichtig het water in. Maar hij moet wel de steile berg op. Dus dat wordt dan wel even gassen. Ja. En het heuveltje af. En vervolgens het heuveltje weer op. En dan weer af. En hij gaat zijn rondje afmaken. En dan gaat hij terug naar de start. Hier mogen mensen ook met hun eigen auto rijden. Op deze middag. En deze baan valt wat mee. In tegenstelling met die andere. Waar je dus met speciale jeeps moet rijden. We krijgen zo uit de bocht. Komt er een auto aan rijden. De eerste komt eraan. Ik zie hem al. En als het goed is ziet Aart hem ook. Daar is hij. Het is toch wel leuk als je dus een vrije middag hebt. En zo met deze auto even mag rijden op het crossveld in Heerde. Hij gaat door het blubber heen en hij haalt het allemaal goed. Het is even goed. Bij mij staat Wim Gerrits van de Voedselbank. Wim, je bent hier eigenlijk te gast. Maar eerste andere vraag, heb je ook gereden vanmiddag? Ja, ik heb ook gereden vanmiddag. De behendigheidsproef heb ik afgelegd hier achter ons. En dat is behoorlijk interessant. En je bent toch geneigd om snel veel gas te geven. En dat is nog net niet de bedoeling. Dus het is eigenlijk behendigheid leren om gedoseerd te rijden. Ja. Heb je het gehaald in één keer? Ja, ik heb het wel gehaald in één keer. Dus dat was wel grappig, ja. Oké, okay. En dan had je nog een andere proef. De proef hierachter met de jeeps over door het water heen. Ja, daar heb ik nog niet mee gereden. Dat ga ik zo meteen doen. Spannend. Ja. En de andere rit van die twee auto's hierachter? Dat moet ik ook nog gaan doen. Dus ik heb pas een derde af van het circuit voor vandaag. Maar goed, eigenlijk ben je hier eigenlijk ook misschien, denk ik, te gast. Vanwege het feit dat de Voedselbank een onderdeel is van de sponsoring van de Royalty. Nou is mijn vraag van, waarom is er een voedselbank? Ja, dat is best wel een indringende vraag. Waarom is er een voedselbank nodig? Een voedselbank is er nodig omdat er toch in de huidige samenleving behoorlijk veel gezinnen zijn die onder een bepaalde inkomensgrens gedaald zijn. En dat houdt eigenlijk in dat ze op weekbasis, op maandbasis te weinig financiële middelen hebben, eigen financiële middelen hebben om een behoorlijk maaltijd op tafel te zetten elke dag. Ja. Kun je een voorbeeld geven van hoeveel je dan eigenlijk zou moeten hebben of krijgen om in aanmerking te komen van de voedsel bij de voedselbank? Ja, daar is een staffel voor en die staffel die is als volgt opgebouwd. Als je als één persoonsgezin 120 euro netto overhoudt per maand
dan kom je nog net niet in aanmerking voor een voedselpakket. Zit je daaronder, dan wel. En als je een gezin hebt met twee kinderen, dan is het 2 keer 120 voor de volwassenen en 30 per kind. Dus zo kun je dat optellen. En als je dan naar een gezin kijkt van vader, moeder en twee kinderen, dan is dat ongeveer 300 euro. En die inkomens die worden door ons getoetst en nagetrokken. En dan zie je toch dat er op weekbasis 130 gezinnen zijn in de gemeente Elburg-Oldebroek die wij van pakketten voorzien. Ja. En als ik zo'n pakket krijg, heb ik dan ook de keuze uit welke dingen ik mag kiezen? Nee, dat is helaas niet zo. Wij krijgen door omliggende supermarkten en andere bedrijven die ons voedsel schenken, dat kan ook groente, fruit, brood, vlees zijn, alles wat wij in die week ophalen, dat verdelen we evenredig onder het aantal gezinnen die die week het pakket komen ophalen. En dat kunnen ze zelf niet uitzoeken, maar die pakketten kunt u van mij aannemen, zijn zeer rijkelijk gevuld. Ja, allemaal met het nood. Eigenlijk van de behoeftige artikelen, zeg maar. Ja. Er zit heel veel vlees in, er zit brood in, er zitten zuivelproducten in, er zitten groentes bij, er zit fruit bij. Er zit ook een aantal droge producten bij. Die krijgen we via de regionale voedselbank vanuit Arnhem elke week. Dus het zijn echt behoorlijke pakketten en daar zijn de mensen echt ook blij mee. Ja. Maar als ik nou geen diepvries heb, wat dan? Als je geen diepvries hebt, ja, dat is dan wel wat lastiger. Wij hebben alle spullen gekoeld en diep gevroren en die krijgen ze mee. Dus dan zullen ze die toch in het eerste dagen moeten gaan gebruiken. Ja. Een voedselpakket zou krijgen, ja, dat wil ik natuurlijk niet aan Aard laten zien natuurlijk. Want daar loop je niet mee te koop. Hè? Want het is eigenlijk toch wel iets beneden je stand en waardigheid. Is het heel discreet dat je die pakketten krijgt? Ja, dat is behoorlijk discreet. Ofschoon het inmiddels bestaan wij al meer dan 1,5 jaar en is het toch wel bekend waar die plek is. Maar het is, er zijn geen uithangborden, het is allemaal redelijk discreet. Ook de auto heeft geen bestikkering als zodanig, dus het is redelijk anoniem. Ja. Goed, nou hebben jullie deze dag, jullie worden gesponsord door de Rotary Club Oldebroek-Elburg. Mag ik vragen wat het gaat opleveren? Dat mag je zeker vragen, dat weet ik nog niet helemaal, maar ik heb horen fluisteren dat het tussen de 4.000 en de 5.000 euro gaat opleveren voor onze voedselbank. En daar zijn we echt erg blij mee. Ja. En heb je al stiekem een bestemming voor die 4.000, 5.000 euro? Nee, dat hebben we nog niet helemaal, omdat dit ook als een beetje een extra verrassing kwam in deze periode. Maar we zijn wel voornemens om onze onkosten zodanig te houden dat we dat ook een beetje kunnen structureren. En we hebben op dit moment hebben we alle spullen inmiddels kunnen aanschaffen die we nodig hebben. Maar er gaat ook wel eens iets kapot. Dus we moeten ook wel een klein beetje achter de hand hebben voor reparaties of onderhoud van de koelcellen en vriescellen en van het wagenpark inmiddels. Ja. En de lopende kosten. En die zijn ook toch een kleine 20.000 euro op jaarbasis. Ja. Werk je met alleen vrijwilligers of ook met betaalde krachten? We werken uitsluitend met vrijwilligers. Kun je nog vrijwilligers gebruiken? We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Die kunnen zich ook aanmelden. Op dit moment hebben we zoveel vrijwilligers dat we eigenlijk wekelijks goed rond kunnen komen. Met alle uren die ze investeren in de voedselbank. Echter, dat kan ook morgen weer anders zijn. Ja. Hoeveel uren maak je eigenlijk als vrijwilliger dan? Dat is heel verschillend. We hebben bijvoorbeeld mensen die behoorlijk wat uren maken. Soms tussen de 10 en de 15 of 20 uur per week. En dan zijn er anderen die misschien één keer een rit doen. Of één keer komen helpen op de vrijdagmiddag. Dus dat is verschillend. En vrijdagsmiddags wordt alles bij elkaar gezet en dan ga je eigenlijk alles inpakken in kratten of dozen en dan wordt het uitgedeeld. Ja, vrijdag is eigenlijk de grote uitgifte, zeker in Elburg. Dan worden alle spullen klaargezet in kratten die daar speciaal voor aangeschaft zijn. En in koelboxen die daar ook speciaal voor aangeschaft zijn. Dat is de grote uitgifte en één of twee andere dagen van de week doen we de wat kleinere uitgiftes in het Harde en in Wezep. Okay. Ik wil u bedanken voor de informatie. Ik wens u heel veel succes bij het autorijden zometeen. Maar ook natuurlijk bij de voedselbank. En ik hoop dat het in ieder geval op de goede plekken terecht mag komen voor de medemens. Oké, dankjewel en graag gedaan. Terwijl de leden van de Rotary Club nog druk bezig zijn met het behendigheidsspel rijden en de andere onderwerpen van activiteiten, nemen wij afscheid van u. We willen u bedanken voor het kijken. We wensen u nog een fijne dag en graag tot een andere keer.